Dames en heren, dat weet u niet, maar u gaat hier zometeen naar een film kijken. Ja, en die film die gaat over de vogels. En daarom ben ik ontzettend blij dat Fred Wouters, de directeur van de vogelbescherming, als ik het goed zeg, hier is. Geef hem even een applaus. Fred, wat is er eigenlijk met de grutto aan de hand? Wat is er met de grutto aan de hand? Ja. Nou, we weten allemaal dat de grutto heel snel uit ons land verdwijnt. We zijn nog steeds koploper in Europa. Ik denk, om te liegen, dat meer dan 85% van de grutto's in Nederland broedt. Dan in de winter naar Afrika reist. En we zijn er door stevig onderzoek de afgelopen paar jaar achtergekomen dat de oorzaak van de achteruitgang hier in Nederland ligt. Er komen elk jaar veel te weinig jongen groot om die populatie in stand te houden. Voedselveiligheid en voortplanting, 3 V's, onthoud u ze goed. Kijk naar elke diersoort. Als het met een van die 3 V's, voedselveiligheid en voortplanting, niet goed gaat, dan is een populatie gedoemd om uit te sterven. En dat is met de grutto zijn we hard bezig om het voedsel voor kuikens die opgroeien in de wei. Daar kom je niet zomaar op, dat hebben ze toch wel even over gedaan om erachter te komen. Wat was nou de oorzaak? En de oorzaak zit hem daarin, omdat kuikenoverleving niet goed is. Er worden natuurlijk in Frankrijk op grutto's geschoten, in Afrika op grutto's geschoten, maar dat staat niet in verhouding tot het aantal jongeren wat wegvalt. Wat is er met die grutto aan de hand? Hij sterft uit omdat wij een andere manier van omgaan met die leiders moeten. En waarom is het dan nu zo bijzonder dat wat er hier op Marken, het wonder van Marken genoemd wordt, wat Wim en Janine en Mark Kuiper hier aan het bewerkstelligen zijn? Waarom is dat dan zo bijzonder ten opzichte van wat er in de rest van Nederland gebeurt? Nou, wat deze mensen hier doen, dat zijn boeren die passie hebben voor vogels, naast hun eigen bedrijf. En die dat weten in te passen op hun bedrijf. En daar toch een boterham aan kunnen verdienen. Subsidie. En wat dus hier bijzonder is, Marken, is dat er een stichting is die zeg maar, de grond laat werken. Of een pacht heeft gegeven aan meneer Terlouw hier. Dus die zorgt voor de grutto's hier en houdt zich aan een aantal afspraken die daar gemaakt worden als je voor die subsidie van Agrijs Natuur weer in aanmerking wil komen. En die is er allemaal op gericht om een rijke weide terug te krijgen. En een rijke weide bedoel ik rijk aan kruiden, rijk aan bodemleven. Dat is allemaal voedsel, hè? En ik denk aan die vees. Zodat niet alleen die oude vogels goed eten hebben, maar ook in staat zijn om een kuikens groot te brengen. En die kuikens, ook als ze mest uit zijn, zelf die insecten kunnen vinden. Zonder bloemen geen insecten. Kijk maar om je heen, in de rest van Noord-Holland zijn dat die meeste weiders zijn alleen maar groen. Dan denkt iedereen, god, is die leuk groen, mooi. Maar als je goed kijkt, is het ecologisch bijna dood. Er komen heel weinig soorten voor. Behalve dat Engels rijgras, dat heel veel geld oplevert. Maar als je het slim anders doet, en er rekening mee houdt en die begrijpt hoe je voedselveiligheid en voortplanting voor die grutto's moet borgen, in je manier van doen en laten bij dat grasland, dan krijg je er ongelooflijk veel rijkdom voor terug in waarden van het landschap, in bloemen, maar dus ook in de weidevogels, waaronder de grutto. Nou, het is met kiwitaturen nu eens op, en we noemen het allemaal, al die vogels die daarvan afhankelijk zijn, die heb je dan weer terug. Dat snap ik, en u ook denk ik. Maar het is op het moment zelfs zo slecht met de grutto dat we dit weekend zelfs een welkom grutto weekend hebben. Is dat de enige vogel die al dus een eigen weekend heeft gekregen? Nou, ik gun elke vogel zijn weekend. Dus doe eens gek gewoon jaros. Maar we vieren in feite de lente. Morgen is het lente. De temperatuur moet nog een beetje omhoog, maar morgen is het lente. En dat is het mooier om dat dan te vieren met de terugkomst van vogels uit zeg maar de Banque d'Arguin. Dat is een waddengebied, net zo groot als ons eigen waddengebied. 1,2 miljoen hectare voor de kust van Mauritanië. Veel van die grutto's vliegen in één keer terug. Dat is zeg maar dik 5000, bijna 6000 kilometer in één ruk. Sommigen die stoppen even in Spanje om bij te eten, maar de meeste niet. Dus in één ruk
komen zien. Dus ik vind daar diep respect voor. Dus dan denk ik, nou, het is toch mooi om die dan te verwelkomen. Je kunt kiwi-eieren gaan rapen, maar ik vind het veel inspirerender om ze een mooi welkom te heten. Dat is helemaal waar. Dankjewel, Fred Wouters. Ga zitten, want hoe die vrienden zijn met de aankomst. Het wonder van Marken speelt ieder jaar. Als de winter zich terugtrekt, begint de witte vlakte op de voormalige Zuiderzee te kraken en te kruien. Het ijs begint te smelten. En onder de laatste sneeuw schemert al het grauwe gras. Maar dan, vanaf half februari, dwarrelen de eerste grutto's uit het zuiden neer. Eerst bij Amsterdam op de plasdrasgebieden bij het landje van Gijzel. En al gauw vliegen ze daarna ook door naar het voormalige eiland Marken. Veehouder Wim Terlouw snelt daartoe om ook met zijn natte weilanden het extra aantrekkelijk te maken voor de weidevogels. Zo moet ik alle tweede stukken hier een half uurtje pompen in de week en dan staat er weer genoeg water in. Op die natte weilanden rusten de vogels uit na hun reis vanuit de overwinteringsgebieden in Afrika. En ze eten als razenden op de weilanden eromheen om weer op krachten te komen voor het broedseizoen. Eerder al scheerden de kievieten binnen. Dat zijn altijd de eerste die broeden. Vanuit de plasdras trekken nu ook de grutto's de weilanden in. Daar vechten de mannetjes om de beste plekken. De winnaars draaien nestkuiltjes met hun vrouwen. Voor ieder ei wordt er één keer gecopuleerd. Al gauw zit het vrouwtje Grutto op haar vier eieren. Zal het haar lukken dit jaar jongen groot te brengen? Sinds 1980 zijn de aantallen Grutto's enorm gedaald, van 100.000 tot nog maar 40.000 broedparen. Door de steeds verdergaande modernisering gaat het zeer slecht met alle weidevogels. Te weinig kuikens worden volwassen om de aantallen op peil te houden. In dit experiment op Marken wordt geprobeerd die dramatische terugloop tot staan te brengen door een nieuwe manier van beheer, waardoor er meer kuikens vliegvlug kunnen worden. Dan gaat de grutto die... Huppatee, hij zit op zijn nest. Al vroeg in het voorjaar heeft vrijwilliger Hans Abma zoveel mogelijk nesten gezocht en gemerkt op de weides waar de koeien binnenkort zullen grazen. Even met de kijker kijken. En wij helpen de boer in zijn streven om zoveel mogelijk kuikens groot te brengen. Jongens, even rustig, want ik zie daar een vogel op het nest zitten.
Hey, een zwart-wit met een rode snavel, die kun je opzoeken. Yes. Nou, kijk eens op deze kaart. Een boerensnavel? Nee, een rode snavel. Een schokster. Scholex, heel goed. De weg ook. Als dit beheer overal in het land op kansrijke plekken uitgevoerd wordt, kunnen de aantallen vliegvlugge jongen weer toenemen. Lopen we hier even het land in? Wim Terlouw heeft bij zijn werk met de weidevogels een bijzondere bondgenoot. Zijn 7-jarige buurjongen Jelle struint vaak mee het weiland in. Kijk, twee blauwe rijgers. Ja, twee blauwe rijgers. En dan gaat er nog een. Oh, mooi. Oh, kijk! Kijk, 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 kijk! Daar gaat de boerder. Ja. Daar gaat de boerder. Wakker! Oh, ja, bottom, bottom! Oh! Hij is stief. Hij is heel mooi, zeg. En dit is ook aan de, en dit is de eerste. Mijn eerste. Je voelt zijn hart helemaal kloppen. Ja. Amper 3 maanden nadat ze op Marken aankwamen, zijn de grutto's klaar met broeden. De jongen vliegen nu op eigen vleugels rond. De ouders vormen groepen die zich aan de randen van Marken voleten voor de reis terug naar de overwinteringsgebieden. Bij boer Wim Terlouw kunnen de maatregelen om de vogels in de watten te leggen weer afgebouwd worden. De waterstand kan weer omlaag, de trekkers en de koeien kunnen weer vrijelijk het land in en de grutto's kunnen naar Afrika. In het wonder van Marken openbaart zich de mogelijkheid om op kansrijke plekken door flexibel en fijnzinnig beheer onder strakke regie de aantallen weidevogels op peil te houden en dat te combineren met rendabele commerciële veehouderij. Of het lukt de weidevogels en vooral onze nationale vogel de grutto te behoeden voor uitsterven, ligt tenslotte aan onszelf. Hé, daar gaan ze omhoog. Kijk, allemaal de lucht in. Ja, daar gaan ze. Ja. Volgens mij gaan die naar Afrika. Zijn niet van plan. Ze zien er niet uit dat ze terug willen komen. Dus ze gaan lekker hoog, hoog, hoger en hoger. Het is mooi dat het zo'n mooie rustige avond is. Ik kan ze heel lang nakijken. Ze vlogen net zuidoost. Dus ze zijn nu aan het afbuigen naar zuid. Dus verdomd, dat lijkt er echt op. Het lijkt er echt op. Het is echt verbazingwekkend. Ja. Ik kan ze nog net zien. Ja? Ja. 30 stipjes. Op een hoogte van een paar honderd meter. Straks uit. En volgend jaar weer terug naar hier. Terug naar Marken. Precies. Want dat is toch, zelfs als je Senegal bent, dan droom je over het prachtige eiland Marken. Tenminste, als je een grutto bent. Jij hebt daar het initiatief voor gegeven. Waar moet je dan doorheen? Wie moet je dan meekrijgen?
Hoe breng je zo'n film tot stand? Even staan. Nou, ik zal erbij gaan staan. Ja, het begint met een idee krijgen. En het idee was natuurlijk het wonder van Marken. En het wonder van Marken was eigenlijk niet dat er heel veel weidevogels zaten, want die zaten er al tientallen jaren. Het wonder is dat ze er nog steeds zitten en er een prachtig, modern, agrarisch bedrijf zit. Die combinatie, dat is voor ons de hoop. Dus daarom vond ik het heel belangrijk dat die film er kwam. Want als natuurbeschermers roepen, ja, we gaan het allemaal oplossen door tegen de boeren te zeggen, je moet net zo werken als in de jaren 50, dan gaat het niet worden. En ik denk dat we hier op een weg zitten die het wel kan gaan worden. Nou, dan denk je van, daar moeten we een film van hebben. Het maken van die film, ja, wie dat moet doen, dat is heel eenvoudig, want ik ken de beste filmmakers, natuurfilmmakers van Nederland, Jan en Thijs, daar hadden we in een keer een film mee gemaakt. Dus we steken de koppen bij elkaar en ik zeg, je moet er een film komen over Mark op Marken. En dat vonden ze leuk. En dan is het ene kleinigheidje wat je nog moet hebben, dat is geld. En ja. Als je geld nodig hebt, dan bel je Sjaak. En zo eenvoudig is het. Dan weet u dat. Ik heb ze nu. Ah, dankjewel. En dat, maar het is dus gelukt. Bril Til. Dat ligt 15 kilometer ten zuidwesten van Rome. Hoe laat bent u vandaag vertrokken? Ik ben vanmorgen vroeg vertrokken, want ik moet eerst naar de weidevolgende kennisdag in Eerdemoren. En daarna ben ik doorgereden naar hier. Nou, hartelijk welkom. Wat u hier op de film ziet, gebeurt dat bij jullie in de buurt ook al? Of moeten jullie daar misschien nog heen? Of wat vindt u er eigenlijk van, die vraag? Gebeurde bij ons in de buurt ook niet zo intensief als Wim van Albert hier doet. Dat zou eigenlijk misschien wel moeten, dus wel een mooi voorbeeld. Maar dan wordt zeker een weidevolgende meer gedaan bij ons in de buurt. En wat vond je van de film? Een prachtige film, ja. Het is precies wat Sjaak ook zei, beelden zeggen veel meer dan woorden. Dus we moeten nou zien dat maar deze zaal zit vol met mensen die het al mooi vinden, die er eigenlijk al mee bezig waren. En eigenlijk moeten we deze film iedere week in Amsterdam draaien. Op de Dam, voor mensen die er niet aan denken, dat die het ook kunnen zien. Dat is waar. Er ligt misschien nog een kopie. Ik ken wel iemand aan de Dam. Misschien kunnen we dat regelen. Maar u vindt dus dat iedereen het moet zien? Ja. En u zegt, we praten hier een beetje voor eigen parochie. Is dat aan de hand, vindt u? Ja, dat is heel goed. Je moet mensen ook laten zien wat je doet. En mensen die enthousiast zijn, die je enthousiast te maken, dat zal zijn. Dat doe je ook met zo'n film. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat andere mensen ook zien dat er zoveel mensen actief met weidevogels weer bezig zijn. Precies. Dank u wel. Hi Jelle. Hoe was het om de film terug te zien? Heel erg leuk. Had jij al een stukje gezien? Nee, nog helemaal niet. Maar ik kijk voor de eerste keer. Oh, wat goed. Hey, en wat vind je nou dat je die film zo gezien hebt? Jij hebt de kleine vogeltjes ook al van dichtbij gezien. Ik zag al dat jij ze allemaal bij naam kende. Ja, ik ken ze allemaal. Ik ken ze allemaal in mijn hoofd. Ik kan heel goed bij de vogels omgaan, ja. Maar hoe weet je dat zo? Want, ik heb Wim heeft ze me geleerd. Ik sta hier naast Wim Terlouw, de boer van het Wonder van Marken. Ik heb net Jelle geïnterviewd en die vertelde eigenlijk heel veel over de vogels. Maar die zegt van, ja, dat heb ik allemaal van Wim geleerd. En nou is mijn vraag, hoe heeft Wim het geleerd? Hoe kom jij zo enthousiast over de weidevogels? Nou, wij zijn hier jaren 7 geleden begonnen met boeren. En het weidevogelpakket hoorde erbij. En wij zijn ermee begonnen. En we zijn er eigenlijk aan verslingerd geraakt, zeg maar. Maar hoe weet je zoveel van de weidevogels? Nou, je zit natuurlijk door en waar je loopt heel de hele jaar loop je in het land. En je ziet die weidevogels en ja, je leert er vanzelf steeds meer over. En dat gaf vanzelf eigenlijk. Ja, ik vond het een fantastische film. Hoe vond je het zelf om jezelf terug te zien? Nou, dat is altijd belachelijk als je je eigen terug ziet. Maar ik vond het... wij hadden eigenlijk tegen de filmmakers gezegd, ik wil neergezet worden als een gewone commerciële boer. Niet als een of andere geitenwolle sokkenboer die het wel allemaal wel leuk vindt. En dat hebben ze netjes gedaan, vind ik. Heb je geitenvolle sokkenboeren dan? Ah, nee, maar daar bedoel ik eigenlijk meer mee een hobbyboer die er niet van hoeft te leven, die geld zat op en die het allemaal wel even leuk vindt. Een commerciële boer dus, die ook... Hard werken voor mijn centen.
Ja, maar een commerciële boer die dus ook respect heeft voor de weidevogels. En dat, ja, dat is, ja, het plaatje, het past hier. En dat past mij. En ja, als je dan 10 jaar geleden aan mij gevraagd had, of 20 jaar geleden, jij gaat ooit nog eens aan weidevogelbeheer doen, had ik dit gedaan. Ja, en nou doen we het. Dus ja, zeg nooit, nooit en nooit altijd. En het mooie is dat we dus ook nu met deze film aan de vogelbeschermers en aan alle mensen die natuur lief hebben, dus ook kunnen laten zien dat het samen kan. Ja, dat vond ik het belangrijkste. Om dat te laten zien in deze film. En ik denk dat dat heel goed gelukt is. Jaap Visser, wat vond jij van de film? Ik vond het een geweldige film. En ik ben zeer trots dat deze op Marken vertoont, dat deze op Marken opgenomen is. Ik vond het geweldig. Hoe is het om Marken van deze kant te bekijken? Nou, we kennen natuurlijk Marken altijd al vanaf de dijk bekijk ik het vaak. Ik fiets vaak Marken rond. En ja, het, wat dat betreft is het beeld wel enigszins hetzelfde. Dus ik ben dit wel gewend. Maar soms dan realiseer je dat je toch eigenlijk wel op een heel unieke plek woont. Het is, dat besef je niet altijd. En je moet soms wel eens, met deze film moet je er weer eens aan herinnerd worden hoe uniek het op Marken is. En dat was voor mij nu even ook vanmiddag de waarde van deze film. Links helemaal geen weidevogels, van deze kant. Ah, dit perceel hebben we ook al vaak veel weidevogels. Dit is een perceel dat we meestal een keer weien. Maar daarna laten we hem toch weer leggen. Er zitten soms 10 nesten in. Nou, dan moet je 10 dingetjes om die nesten gaan inzetten. Dan besluiten we toch weer om te laten staan. Dat hangt er. Ja, in deze stukken hier aan deze kant, dat hangt er net vanaf. De ene keer zitten er veel vogels, de andere zitten weinig vogels. Dat is eigenlijk een beetje de overloop. En, je merkt dus dat het werkt, dat de populatie toeneemt. Ja, nou ja, zoals wij het hier doen. En kijk, en dan moet ik ook onze jager, die doet ook veel. Kijk, als er een vos is, dan wordt hier wel bestreden, laten we het zo maar zeggen. Je moet kiezen. En dat, nou, wij kiezen hier voor weidevogels en dan moet je zorgen dat de predatie omlaag gaat, tenminste, dat je weinig predatie hebt. Zijn ze ook beschermd in het beter? Ja. Wat doe je hier met de ganzen? Met de ganzen? Nou, het liefst zou ik die allemaal één keer afschieten. Maar ja, die hebben we gewoon. En brandganzen, die blijven hier heel lang. En ja, die eten enorm veel graskaal. En dat is, vorig jaar hadden ze achterin alles kaal gegeten. En al die vogels met pullen trokken allemaal deze kant op. Naar het lange gras. Eigenlijk hebben die ganzen daar, ja, die doen dan meer kwaad als goed. Ja, overal doen ze me kwaad, dat is goed. Maar daar ook voor de weidevogels. Burgemeester, hoe vond u de film? Geweldig, geweldig. Ja, ik heb heel dichtbij die vogels mogen werken natuurlijk 5 jaar lang. Dus maar ze hier op Marken zien, dat is nog weer extra bijzonder natuurlijk. En ik heb zelf ook weidevogelbescherming gedaan en gezocht. Maar zoals het nu verfilmd is, ja, dat is geweldig. Daarmee kan iedereen, zonder dat je direct met je neus op een nest staat, kan je gewoon van heel dichtbij zien hoe dat werkt. Ik vond het ook een fantastische film, Janine. Wat vond jij ervan? Ja, ik vond het erg leuk, ja. Het is een beetje gek om alles terug te zien van je eigen. Dus, ja. Was het jou de eerste keer? Nee, we hebben pas geleden een stukje gezien. We mochten bij de filmmakers thuis de lange versie zien. Dat was 3 kwartier. En ja, dat was wel heel leuk. Want dan zit je met z'n vieren, zit je daar. Dat is nog langer dan deze. Dit is een half uur. Ja, okay. Die andere was 3 kwartier. En hij moest iets ingekort worden omdat het te lang was. En het is wel, ik vind het wel leuk. Het is een beetje ons levensverhaal, toch een stukje. Nou, bij Omroep Pim zullen we ook er alles aan doen om zoveel mogelijk promotie te maken, want dit is echt een fantastische film. En ik vind het ook een hele mooie promotie van Marken. Ja, dat was ook de reden van mijn vraag net. Kan die ook verkocht worden op Marken? Want ik denk eigenlijk het wonder van Marken, zoals die weidevogels nu, dat is eigenlijk een stukje wat je niet elke toerist ziet, maar wat toch zeer zeker de moeite waard is. Dankjewel Janine, dankjewel burgemeester.